De veel bekritiseerde wietpas waarmee bezoekers van coffeeshops geregistreerd werden, komt weer te vervallen. Dat staat te lezen in het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA. De vraag is alleen of dit een verbetering wordt voor de coffeeshophouders die zich altijd tegen die wietpas hebben verzet. Legitimatie blijft namelijk gewoon nodig en bezoekers moeten straks een uittreksel uit het bevolkingsregister, het GBA, kunnen tonen. De verplichting van de coffeeshop om in te schrijven vervalt. En dan zou de klant een GBA-formulier op zak moeten hebben. En zo'n formulier is maar 3 maanden geldig. Dus in plaats van dat je eigenlijk ingeschreven heeft bij de shop, dat die zou een jaar geldig zijn. Is dit formulier maar 3 maanden geldig. Ik heb geen idee hoe erop gehandhaafd wordt. In het regeerakkoord staat wel dat in overleg met de gemeente gezorgd kan worden voor lokaal maatwerk als het gaat om de handhaving. Maar er zijn dus nog wel vraagtekens. Volgens de eigenaar van de enige Osse coffeeshop is sinds de invoering van de wietpas de straathandel in drugs flink toegenomen, met de nodige overlast tot gevolg. Burgemeester Buijs zei enkele weken geleden nog dat dit niet blijkt uit de cijfers van de politie. Met alle respect, de burgemeester komt niet van hier. Die is hier net werkzaam en ik ga ervan uit dat hij 100% de best doet. Maar die begrijpt de Ossenaar nog niet zo goed. De Ossenaar is niet iemand die de politie belt. De Ossenaar lost zijn eigen problemen op. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Alleen de Ossenaar belt de politie niet. Het gebeurt volop. De wietpas heeft René van Valkenburg veel klanten gekost en hij heeft al de helft van zijn personeel moeten ontslaan. Hij wil daarom zoveel mogelijk terug naar de oude situatie, toen de coffeeshop volgens hem een belangrijke sociale functie had voor een heel brede doelgroep. De beste oplossing zou zijn dat de afspraken gemaakt worden met een coffeeshop, dat het de achterdeur gereguleerd wordt. Dat daar creëert belastinggeld, dat creëert arbeidsplaatsen, dat creëert van alles. En dat dan de wietpas, dat het personeel van een coffeeshop een wietpas krijgt. Bijvoorbeeld dat ze met het maximum van 500 gram opgekrikt gaat worden tot een paar kilo. En dat dan het personeel een pas krijgt. Dus dat mocht hij aangehouden worden door de politie, dat hij dan die pas kan laten zien en dan weer door kan rijden. En dat het gewoon in een vergunningstelsel gereguleerd wordt. Van Valkenburg wil nu snel met de gemeente in overleg over de afschaffing van de wietpas en over de precieze gevolgen voor zijn coffeeshop. De gemeente Os gaat vanaf 1 januari toch weer startersleningen verstrekken. Het is bedoeld ter ondersteuning van vooral jonge mensen die hun eerste huis willen kopen. Volgens wethouder Hoeksema en de makelaars in de regio is de startersregeling opnieuw hard nodig, omdat de woningmarkt op slot zit en de doorstroming tot een dieptepunt is gedaald. Daarnaast gelden er vanaf 1 januari strengere regels voor nieuwe hypotheken, wat het voor starters nog moeilijker maakt. De verkopende partijen en de makelaars gaan nu zelf ook een bijdrage leveren aan de kosten van de nieuwe startersleningen. De regeling is van tijdelijke aard. Het maximaal te lenen bedrag is €35.000 of 20% van de verwervingskosten. In totaal wil de gemeente voor maximaal €3,6 miljoen aan leningen uitzetten. Als dat plafond is bereikt, worden er ook geen aanvragen meer toegekend of in behandeling genomen. Dat zeepsop ook kan branden, daar kwam wethouder René Peters woensdagmiddag achter in de Biep in Os. Hij was proefkonijn bij de start van de Werelden van Techniek. De nieuwe naam voor de techniekmiddag die al jarenlang wordt georganiseerd. Een nieuwe naam en een nieuw jasje, maar het idee erachter blijft hetzelfde. Kinderen interesseren in allerlei vormen van techniek en ze laten zien dat het ook heel leuk kan zijn. In de bibliotheek waren verschillende bedrijven, opleidingsinstituten en scholen aanwezig. En kinderen en ouders konden zelf van alles uitproberen. De organisatoren van de middag hopen natuurlijk dat uiteindelijk meer kinderen gaan kiezen voor een technische opleiding en later een baan in de techniek. Aan de buitenkant van bioscoop Utopolis is weinig te zien, maar de Osse bios wordt van binnen flink verbouwd. Er komt nieuwe vloerbedekking, nieuwe wandbekleding, alles wordt geverfd, gestukt. Er komen nieuwe barren, de hele foyers worden aangepakt, verlichting, noem maar op, eigenlijk alles. Het huidige pand staat er al sinds 1978 en is altijd redelijk hetzelfde gebleven. Vraag is waarom een vernieuwing zo lang op zich heeft laten wachten. Dat was ook een kwestie van geld, want deze verbouwing kost maar liefst 1,5 miljoen. Dus dat is geen kattenpis, om het zo maar te zeggen. En aangezien we vorig jaar dus een heel goed jaar hebben gehad, kon het nu ervan af. Ook Osse bioscoopbezoekers zitten wel op een verbouwing te wachten.
Wanneer bent u voor het laatst in Oss naar de bioscoop geweest? 2 of 3 weken geleden. Bent u een regelmatige bezoeker? Nee, in Oss niet. Is daar een reden voor? Dat is niet gezellig. Vies, oud. Ze gaan het verbouwen. Ah, mooi. Ja, nou, misschien kom ik wel vaker. Als ik naar de film ga, ga ik naar Uden. Daar kun je tijdens de film gewoon even iets bestellen. En ja, ik vind het gewoon een prettige ambiance. Nou, misschien goed nieuws voor u of ook al niet. Ze gaan het nou verbouwen hier in Oss. Ja, nou ja, misschien is dat wel goed. Wie weet. Nog tips? Nou ja, wat ik al zeg. Dat je gewoon ook tijdens de film een keer iets kunt bestellen als je dat wil. En dat je gewoon, en minder warm, gewoon een ja, algemene ambiance, gewoon wat prettiger. Niet voor iedereen hoeft de verandering trouwens. Wat vind je van de bioscoop hier? Leuk. Vind je het ook een mooie bioscoop? Ja. Ja. Nou, geen rommeltje? Veel mensen vinden het een beetje een lelijke bioscoop. Nee. Maar is het zo midden in een crisis eigenlijk wel de goede tijd om flink veel geld in een bioscoop te pompen? Landelijk gezien kampen veel bioscopen met een terugloop in de bezoekersaantallen. Tot nu toe hebben we eigenlijk bij de bioscoop vrij weinig last gehad van de crisis. Vorig jaar hadden wij hier in Oss zelfs een topjaar, mede dankzij de film De Bende van Oss, die ontzettend goed gelopen heeft. Dit jaar is het inderdaad voor het eerst dat alle bioscopen wat last krijgen van de crisis. En ook doordat het filmaanbod op dit moment niet zo heel erg geweldig is. Dat gaat vanaf deze maand eigenlijk weer een beetje beter, denk ik. Want er komen weer wat grote films uit, zoals James Bond en Twilight en Alles is Familie, om maar een paar te noemen. Met de kerstperiode krijgen we The Hobbit, waar we weer veel van verwachten. Dus we verwachten wel dat het de laatste maanden van het jaar wel wat aan gaat trekken. Tijdens de verbouwing blijft de bioscoop gewoon open, maar zijn soms wel enkele zalen gesloten. Midden januari moet het nieuwe interieur klaar zijn.